Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel stapelwolken en opklaringen. En vooral boven de Noordzee zijn er weinig wolken zichtbaar. De stapelwolken ontstaan dus vooral boven land. Daar vielen vanmiddag ook de meeste buien. Vanavond lossen de buien geleidelijk op en komen de brede opklaringen. Het wordt behoorlijk helder en daardoor koelt het ook snel af. Aan het einde van de avond is het al een graad of vijf en in de loop van de nacht wordt het zelfs één graad in Limburg. Aan de grond gaat het op veel plaatsen enkele graden vriezen. Blijft vannacht wel droog en ook de dauwtrappers beginnen met droog weer, maar wel met rijp op de grond. In de ochtend is er nog veel zon. In de loop van de dag komen er meer stapelwolken en vooral in het noorden kan dan een enkele bui vallen. Het wordt warmer dan vandaag met 12 tot 15 graden, staat weinig wind. Vrijdag komt de wind uit het oosten tot noordoosten, die neemt weer in kracht toe en verder wordt het ook wat zachter, 14 tot 17 graden met het in het zuiden een enkele bui. Zaterdag en zondag komen er meer buien, vooral zondag ook met kans op onweer en het wordt warmer, 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.